tijdens het afscheid van directeur Thijs van Ruiten van het Nationaal Onderwijsmuseum vinden sommige medewerkers het toch wel leuk om terug te blikken. Ik heb met Thijs heel wat tentoonstellingen gemaakt in Rotterdam, maar ook in Dordrecht. En Thijs, was altijd heel erg leuk om met Thijs samen te werken. Hij is heel open, hij geeft heel erg veel energie. Hij geeft je nieuwe ideeën en daardoor werd altijd de tentoonstelling nog bijzonderder en nog leuker door met hem samen te werken. Een van de dingen die opviel bij Thijs was zijn kleding. Hij was niet de directeur in een pak met een stropdas, maar ik weet nog heel goed dat we met het museum een keer eindelijk op televisie waren bij het journaal of bij het jeugdjournaal. En dat iedereen de volgende dag sprak over Thijs' fluoriserende broek en niemand die sprak over de tentoonstelling van het museum. Hij heeft ook een enorme kledinggarderobe. Ik geloof dat hij een grotere kledingkast heeft dan zijn eigen vrouw. Hij houdt heel erg van winkelen en mode. Heeft heel erg veel schoenen. Dus zijn stap om nu bij het Schoenenmuseum aan de slag te gaan als adviseur is eigenlijk ook een hele logische. Maar ja, die broeken en die kleding van Thijs die vielen wel altijd heel erg op. Dat fietsen van hem is ook een dingetje. Hij komt altijd op de fiets naar het museum. En kwam fietsen helemaal vanuit Heijplaat, Rotterdam. Dus echt elke dag een stuk. En dan had hij, of nou winter is of zomer, hij komt in zijn korte broek op de fiets hier in het museum aan. Met lange kousen en zijn fietsschoenen. En dan dook hij gelijk achter zijn computer, gelijk aan het werk. En dan zat hij dus altijd in die fietskleding te werken. En was hij eigenlijk een beetje een soort undercover directeur. Want in die fietskleding werd hij niet direct herkend als directeur. Ja, dus... Ik heb natuurlijk mijn hele werkzame leven. Ik heb natuurlijk in Zoetermeer bij het museum gewerkt, in Rotterdam bij het museum gewerkt en hier in Dordrecht. En ik woonde altijd wel op afstand, of in Leiden of in Gouda. En ik heb eigenlijk altijd al gefietst naar mijn werk. Dus ik moet ook zeggen dat ik, wat ik nu altijd in het nieuws hoor over mensen die meer naar hun werk moeten gaan fietsen vanwege de duurzaamheid. Daar was ik echt een voorloper in. Ik fiets al 36 jaar naar mijn werk. En altijd wel afstanden, zo rond de 25 kilometer per dag. En altijd inderdaad, weer of geen weer, zon of regen, kou of niet, altijd in de korte broek. Maar dat heeft er gewoon mee te maken dat fietsen met een natte broek is het ergste wat je kan doen. Dus daarom heb ik me gewoon aangeleerd om in de korte broek te fietsen. En iemand met een schoenenfetischisme is straks natuurlijk helemaal op zijn plek in het Schoenenmuseum in Waalwijk. Toen ik voor het eerst met Thijs in gesprek kwam om te vragen om daar te kunnen gaan werken, toen viel mij op dat het eerste wat hij deed was toen ik binnenkwam is naar mijn schoenen kijken. Ik had rode schoenen aan, rode laarsjes en het viel mij op en ik kan me nog herinneren dat hij daar als eerste naar keek. Hij stond daar natuurlijk zelf in zijn fietsbroek en zijn fietsschoenen omdat hij... Ja, die kleren ook vaak gewoon aanhield op het werk, zeg maar. In ieder geval als hij net aan was gekomen en aan het eind van de dag, dan had hij zich meestal wel omgekleed. Maar dat was wat mij wel opviel, dat ik dacht, goh, hij heeft wel gezien dat ik aparte schoenen aan heb. Nou, het was voor mij nieuw. Ik kende die informatie helemaal niet, maar ik kan me wel iets bij voorstellen, want Thijs was altijd weer heel kek gekleed. Dus er waren altijd hele goede shirtjes, dus waarschijnlijk waren zijn schoenen ook altijd al heel kek. Maar om eerlijk te zijn is me dat nog nooit opgevallen. Hij heeft meer schoenen dan de gemiddelde vrouw die hier in het museum werkt. Hij heeft volgens mij kasten vol, dus dat past wel bij hem. Het werken nu bij het Schoenenmuseum, dat past wel bij hem, ja. Hoe word je schoenenfetischist? Nou, dat is. Het woord fetischist is misschien een beetje te zwaar uitgedrukt. Maar ik ben nou iemand die heel veel van mooie schoenen houdt. En ik heb er best wel veel. 50 paar. Een gemiddelde vrouw zou dat wel heel mooi vinden. En voor een man is het misschien wel heel veel. Maar ja, ik heb er nou eenmaal iets mee. En komende zondag is er nog een uitgebreid interview met Van Ruiten te zien op RTV Dordrecht.